Deze beschouwing die gaat over het christendom. Ik ben een christen vanaf mijn 12e jaar. Geheel vrijwillig. Niemand heeft mij verplicht of onder druk gezet. Helemaal niet. Mijn moeder kwam op het idee. Die begon ermee. En ik ging mee. Dat vond ik geen probleem eigenlijk. Gewoon even kijken. Ja. En ik vond het wel wat. Ik denk, oké. En na een tijdje vond mijn moeder en mijn vader, die vonden er niks meer aan. En die gingen niet meer naar de Pinkstergemeente. Dat was het dan, hè, waar we bij kwamen. En ik vond het nog wel leuk. Dus ik ging wel. Toen was ik 13. 14, zoiets. Ik weet nog met die autoloze zondagen, dat ik dan op zondagochtend op de bus stond te wachten. Lijn 65 naar Amsterdam. En dan hoorde ik die bus of een heel ver aankomen rijden. Ja, er was helemaal geen verkeer op straat. Geen verbrandingsmotor die een achtergrondruis veroorzaakt. Dus ik hoorde de bus en... Oh, hij komt eraan, nog even wachten. Dat was 1973, 1974, zoiets. Ik ben naar de Pinkstergemeente gegaan tot mijn 16e. Tot en met mijn 16e. Toen had ik mijn HAVO-diploma op zak. Nou, tot en met mijn 15e. Toen had ik mijn HAVO-diploma. Was nou toch 16e of zo. Nou, zoiets dus. Toen verhuisde ik met mijn ouders naar Groningen. En die mensen van de Pinkstergemeente die vroegen nog aan mij van... Ja, ga je dan in Groningen ook naar een Pinkstergemeente? En toen zei ik, nou, misschien. Dat weet ik nog niet. En daar in Groningen, ja, kijk, ik woonde 13 kilometer van de stad Groningen. Jeel. En ik moest al 5 keer in de week op de fiets naar de stad fietsen. En dan ook nog op zondag. Ja. Dat was me even te bruin. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben altijd gelovig gebleven. En gebeden voor het eten, dat was ook zo'n gebruik. Niet dat ik dat altijd doe hoor, maar zeker de laatste tijd niet echt meer. Maar toen in de studententijd, toen ik in Wageningen ging studeren. Dan was het gebruiken dat er voor het eten altijd gevraagd werd van wil er iemand bidden? En we hadden nogal wat katholieken op de afdeling, zo heette dat. En die wilden allemaal per se bidden. Nou, en dan bad ik ook mee. Ja, waarom niet? Maar voor mij hoefde er niet echt, als ik de enige was, dan... het hoeft niet per se. Maar als er dan toch gebeden werd, dan nam ik van de gelegenheid gebruik en dan ging ik ook even bidden. En voor het slapen gaan, dat deed ik ook wel regelmatig. Ik weet nog, ik was een jaar of 27, 26. En toen had ik een vriendinnetje. Een soort scharreltje, dat is nooit wat geworden. En ik sliep bij haar, wel eens. Zij sliep bij mij. En dan voor het slapen gaan ging ik even bidden. En dat vond ze heel interessant.
Daar had ze het dan wel eens over. Van, ga je dan vanavond weer bidden? Maar dat is nooit wat geworden met die vrouw. Ik had daar natuurlijk ook buitenechtelijke seks mee. Want ik was niet getrouwd met dat meisje. Of jonge vrouw was het. En daar deed ik dan niet zo moeilijk over. En nu doe ik er wel moeilijk over. In die zin, ik heb helemaal geen seks meer met vrouwen. Dus ook geen buitenechtelijke seks. Maar stel, ik zou nou een vrouw... Ja, in mijn leven krijgen. Wat ik uitermate... Nee, dat acht ik niet voor mogelijk. Maar stel dan. Ja, dan zou het echt voor het leven moeten zijn. Wil ik daar dan seks mee gaan hebben. Zou je dan toch moeten trouwen? Maar ja, waarom zou ik nog seks hebben met een vrouw? Die wilde dagen zijn voorbij. Vind ik niet erg hoor. Waarom? Ik mis het niet. Dus, ja, iets wat je niet mist, dat ben je ook niet echt kwijt. Hè? Komt door de leeftijd, denk ik. Iets anders zou ik niet weten. Doe ik eet goed, ik slaap goed. En, daar ligt het niet aan. Nee, leuk. Ik kan terugkijken op een... ik heb punt 1 een mooi leven gehad. En ik moet je ook zeggen dat ik op een bepaald moment... Was ik 40 of zo, of in de 40. Zoiets, hè? En toen keek ik terug op mijn leven. En toen zag ik toch dat ik een aantal hele domme moves heb gedaan. Echt, dat ik achteraf dacht, wauw. Dat had heel erg fout af kunnen lopen. En dan keek ik naar die momenten dat ik dan zo'n twijfelachtige keuze had gemaakt. En dan werd mijn twijfelachtige keuze, die echt niet zo denderend was, hè? Of zeg maar ronduit stom. Dan gebeurde er iets in mijn leven waardoor het allemaal net goed kwam. Toen dacht ik, potver. Ik ben aanbeland, toen dan, hè, en dat geldt nu nog ook wel. Ik ben aanbeland in best een mooie fase van mijn leven. Maar dat heb ik niet te danken aan mijn eigen stommiteiten. Dat kan niet. Ik heb allemaal stommiteiten uitgefroten. En toch ging het goed. Toch ging het goed in die zin. Ik kwam ergens terecht waarvan ik met een tevreden gevoel terug kon kijken. Op een keten van stupiditeit. Ja, zo eerlijk was ik naar mezelf. Waarom niet? Hè? Denk ik, ja, waar heb ik nou mijn leven aan te danken? En dat mijn leven dan niet zozeer dat ik in leven ben, maar alles wat er gebeurd is. Hè? En dan bedoel ik de mooie dingen. Want ik heb een heel mooi leven gehad. U gaat mij niet vertellen dat mijn leven saai was of zo. Er zijn ook drama's hebben zich afgespeeld, maar dat hoort er ook bij. Maar van alles... moet ik zeggen, heel energetisch of ja, enerverend moet ik zeggen. Want, oh, dit heb ik gedaan en dat heb ik gedaan. Dus... Hele stapels, man. Ik heb een hoofdrol aangeboden gekregen om Henry de VIII te gaan spelen. Een hoofdrol. Amateurtoneel, weliswaar, maar dan nog. Wel met een professionele regisseur. Was ik het hele land doorgegaan. Als Henry de VIII. Het hoofdpersoon in Shakespeare. Dat is geen domme rol, hè? Maar daar heb ik heel beleefd nee tegen gezegd.
Ik wilde toen gaan beginnen met programmeren. En achteraf heb ik daar goed aan gedaan. En bij mijn werk ook. Oh jongen, ik heb voor Apple gewerkt. Ik heb voor de omroepen gewerkt. Ik heb echt internationaal gereisd voor mijn werk. Eerste klas gevlogen. Ik weet nog dat ik 's morgens vroeg om 8:30 op Schiphol eerste klas ging zitten op weg naar Dublin. En dat zo'n steward op mij afkomt van... You look a bit confused, sir. May I help you? En ik stond met mijn ticket van... waar kan ik zitten? Want er stond geen stoelnummer op of zoiets. Hè? Oh. You can take a seat wherever you like, sir. Ik zei, oh, nou dankjewel. En toen zat ik eindelijk rustig en toen kwam die op meer op me af. En toen zei hij, dat vliegtuig was nog niet eens weg, hè? En hij zei tegen mij, would you like a glass of champagne, sir? Toen dacht ik, wat? 8:30 's morgens? Nou, dan moet je weten dat ik hem wel lust. Maar 8:30 's morgens een glas champagne, dat snorrie hoor. Ik heb beleefd gezegd, van, nou, een kop koffie gaat er wel in. Nou, waren we toen al in de lucht, dat kan natuurlijk ook wel. Want je mag natuurlijk tijdens het opstijgen geen consumpties nuttigen. Als een vliegtuig dan verongelukt, dan mors je ook nog met de koffie. Dat kunnen we niet erbij hebben. Ja, mooi leven, man. En nu ook, hè. Ik heb een heel leuk flatje. Hartstikke veilig flatje. Arnhem is toch een beetje... Ja, lopen rare types op straat, hoor. Ik zou hier niet graag in een of andere benedenwoning wonen. En ik woon netjes op, 3 hoog. Mijn benedenbuurvrouw die doet regelmatig de kachel aan. Dus ja, ik hoef zelf geen kachel aan te stoken. En ik woon in een portiekflat, dus ik heb 2 voordeuren. Namelijk 2 sleutels nodig om binnen te komen. Eentje om de portiek binnen te komen en eentje om mijn flat binnen te komen. 2 balkonnetjes... Ah ja. En dan niet te groot, niet te klein. Zo. Nee, ik ben erg blij. Heel tevreden. Ik zie het leven echt als 1 grote beloning al. En er staat wel zoiets van... we verzamelen u geen schatten op deze aarde. Maar, zoiets van het loon in de hemel of zo, hè? Ik denk, nou ja, ik ben bij leven al behoorlijk beloond. Ik heb echt niks te klagen, hoor. Ik heb een wasmachine en ik heb een wasdroger. En 2 boormachines, een decoupeerzaag. Ik heb 3 laptops die het doen. Nou, dat wil zeggen, die ene doet het niet echt meer, maar die heb ik nu aan de praat met Linux. Hoppakee. Ik heb het voor elkaar gekregen, hoor. Het was even puzzelen, maar dat ding, dat doet het. Nou, kortom, ik heb een tof netwerk. En ik draai een website voor Wim Kradentuin. Gewoon lekker vanuit mijn huis. En ik werd vandaag gebeld door de SOS. Nee, niet dat het zo is. Door zo'n gehandicapt dinges, blabla, opvang gebeuren hier in Arnhem. Waar ik een open sollicitatie had ingediend. Een hele aardige vrouw. Maaike. Hele leuke, vrolijke stem heeft ze. En die wilde even wat meer weten. Van ja, en wil je dan ook dit doen? En wil je dan dat doen? Of wil je alleen maar zus? En... Nee, ik wil maar van alles doen. Maakt me niet uit. Ze wil ook wel konten wassen. Dan hem weer uit. Dus ik heb alleen geen diploma. Dat is het alles. En ja, ik ben nu al bijna 60. Ik kan er wel een diploma gaan halen. Maar ja, ik weet niet of dat de moeite waard is. Hè? Ja, nee, dat begreep ze ook wel. Ze zei, nou, maar dan ga ik even voor jou aan de rondte bellen. En
Want ze hebben meerdere vestigingen en dan kijken waar er iemand nodig is. De vraag was of ik ook in de ondersteuning zou kunnen. Ik zei, ja, natuurlijk. Maakt me niet uit. Nou, zei ze, dat is schoonmaakwerk en zo, hoor. Ik zei, nou en? We hebben 10 jaar lang schoongemaakt in een gezin. Ik kan stofzuigen, ramen lappen, afwassen, zeg maar. Eten koken. Nou, ik zal zeer zeker teruggebeld worden, zei ze. Mooi zo. Dat is toch leuk? Wat wil ik nou nog meer? Nee, ik heb studiegenoten en ja, 2 daarvan die hebben zelfmoord. Nou, nee, 3 daarvan hebben zelfmoord gepleegd. Nee, ik dus niet. Ja, dat is allemaal heel, ja, hij mag niet lachen, want dat is heel tragisch natuurlijk. Wat zeg ik? 4. Jeetje, ja, 4. 4 hebben zelfmoord gepleegd, man. Ah. En eentje is er onder tragische omstandigheden om het leven gekomen. Dat is ook niet leuk. Een andere studiegenoot van mij, die heeft een ongelofelijke klotenbaan. Die werkt in de verkoop. En dan ben je landbouwkundig ingenieur. En hij is gaan werken voor een hele grote firma hier in Nederland. Met een geweldige ICT-afdeling. En op die ICT-afdeling was hij dan hoofdtester of zo. Best een toffe baan. Maar ja, die onderneming, die, ja, je kent het wel, reorganisatie op reorganisatie op reorganisatie. En die, de hele bedrijf is uitgekleed tot op 1 kleine tak. En nou hebben ze iets als printing on demand plus of zo. En hij heeft dan zo'n ongelooflijk klote leaseautootje. Ja, het is wel een nieuwe auto en hij is mooier dan de Renault Clio, dat wel. Maar hij moet er iedere dag in rijden. Jeetje, man. En dan zat ik bij hem in de auto en hij zei, ja, dit ding heb ik net begin dit jaar gekregen. En we waren dan, medio mei of zo, juni. En ik keek op die kilometerteller, dacht ik, schot zal me kraken. Er stond al 20.000 kilometer op. En het jaar was nog niet eens op de helft. Zo'n baan met misschien wel 60.000 kilometer per jaar. In zo'n koekblik uit Frankrijk. Zo'n Peugeot of zo. Weet je. Dat is dan wel een nieuwe auto. Dat is dan wel luxe of zo. Maar dan mag hij natuurlijk in die auto niet roken. Terwijl hij zelf wel rookt. Kortom, drama, drama, drama. En dan zit hij alleen maar in de verkoop. Als ingenieur. Ja, maar Perry, jij gaat zo dadelijk toiletten schoonmaken bij debielen. Punt 1, ik weet helemaal niet of dat bij debielen is. Misschien zijn het debielen, maar dat weet je ook niet. Misschien zijn het wel lichamelijke gehandicapten. En het is mijn eigen vrije keuze. Ik had ook wat anders kunnen gaan doen, hoor. En dat doe ik dan lekker voor 24 uur in de week. Dat is mooi geweest. 32 of zo, maar dan gaat papa naar huis. 28 uur in de week of zo. Ja, ik heb een huur van €370. En die studiegenoot waar ik het over heb, die heeft een woning. Dat is allemaal hartstikke mooi. Dat zal een vrijstaande woning zijn met een half rieten dak en zo. Ja, dat is natuurlijk allemaal geweldig prachtig. Ja, ik heb dat allemaal niet nodig. Doe mij maar dit flatje. Dat is precies, precies goed. Ik heb een hele mooie logeerkamer. Kan je zo overnachten. Sterker nog, die kan ik gaan verhuren als een bed and breakfast. Zo'n B&B apparaat. Vraag me af hoe ik aan mijn klanten moet komen. Maar... Ja, dan kun je je inschrijven op het internet. Ja, dat heb ik al gekeken. Maar dat is allemaal zo ontzettend officieel, daar heb ik geen zin in.
Moet je ook een certificaat hebben of zo? Nou, dat gaat me allemaal veel te ver. Doe mij maar een beetje relaxed hoor. Maar het is toch leuk als mijn dochter een keertje, weet ik veel wat. Ja, dat hoeft niet echt per se, maar... Dat is ook zoiets, mijn dochter, daar ben ik hartstikke blij mee. Zij is dan atheïst en ik ben dan een christen. Maar nou ja, en wat niet eerst kan komen. En... Ja, ik ben er niet om de hele wereld te bekeren, hoor. Zo. En ik heb dus het gevoel dat... Ja, dat God, zeg maar, of Christus, of hoe je het ook maar, hoe je het maar wil zeggen of moet zeggen. Dat die mij, dat hij tevreden is met mij. Anders had ik deze rijkdom niet genoten. Serieus, ik kan je zeggen, dat, ja Perry, jij bent gek. Nou, het beste dat jij dat vindt, maar ik ben gelukkig. En dan in jouw ogen maar gek, maar wat maakt mij dat uit? Ik zou niets weten aan mijn leven wat ik anders, hè, achteraf dan, hè, anders gehad had willen hebben. Wat dan? Ja, maar de moeder van je kind, die is zo gek als een deur, dat zeg je zelf. Ja, nou en? Ja, maar daar heb je heel veel last van gehad. Ja, dat klopt. Nou en? Dus, en omdat. Oh, dat heb ik dan toch meegemaakt. Ja. Ik heb het toch overleefd, wat is dat nou? En zij heeft nou, dus de moeder van mijn kind, die heeft dus een nieuwe kerel. En ik zie ze wel eens hier in de stad, zie ik ze lopen. En denk ik, oh, ben ik blij dat ik die vent niet ben. Kijk, dan ben ik weer een beetje gelukkig. Voor geen centimeter jaloers. Nee, helemaal niet. En met mijn dochter heb ik weer aardig contact. Dus nou, waar wil ik nou naar meer? Over een tijdje komt ze weer bij me eten. Dan ga ik ze even weer in de bus blazen. De laatste keren dat ik voor haar gekookt heb, dan zo, dat vind ik wel lekker. Oh, dat vind ik wel lekker. Ja, mooi zo. Het volgende recept heb ik al klaarstaan. Dat wordt een curry... Met vis. En kokos. En als groente. Aubergine. Lekker man. En als kruiden. Natuurlijk curry erin. En... Maar misschien maak ik de curry wel zelf. Dat ik ga werken met geelwortel. Met kurkuma. Vers gemalen koriander. Vers gemalen komijn. En ik ga mezelf trakteren op een vijzel. Ik vind dat ik dat wel heb verdiend. Een mooie stenen, een vijzel van steen. Ik heb een houten vijzel nou en ja, maar dat vijzelt helemaal niet. Had ik dat ding maar niet gekocht. Goedkoop is duurkoop. Ik heb gewoon zo'n stenen vijzel moet je hebben. Veel beter. Ja, dan komt het lieve kind weer langs. En ik, ja, la 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 la. En ja, terug naar het christendom. Hè. Toen ik 39 was, bijna 40, hè, toen ben ik beland bij de Katholieke Universiteit van Nijmegen. En daar ben ik gaan studeren in het kader van mijn werk. Dus de taalfilosofie, daar ging het met name om. Taalfilosofie en logica. En ja, met die studie leerde ik de filosofen lezen. Dus ik heb daar een stukje gelezen van Nietzsche, en stukjes gelezen van Kant, en stukjes gelezen van Schopenhauer, en stukjes gelezen van... Maar ik leerde bovenal om die filosofen te lezen. Want die filosofen lezen, dat is anders dan dat je... Iets van Harry Mulisch gaat lezen.
Het taalgebruik is wezenlijk anders. Je moet op andere dingen letten. Snap je? En je hebt een bepaalde hoeveelheid achtergrondkennis nodig. En die kreeg ik dus ook. Met de antieke filosofie met name. Dus dan leer je Plato en Aristoteles en Socrates. En de middeleeuwse filosofie met Thomas van Aquino. Nou, toen leerde ik die filosofen lezen. En vervolgens begrijpen. En toen kwam ik erachter dat dat wat in de Bijbel staat, dat wordt, nou, ik wil nog net niet zeggen onderbouwd door de filosofen. Dat moet je niet zeggen, denk ik, want dat doen ze niet. Maar ze maken de ruimte voor het woord zoals dat in de Bijbel staat. Niet alleen in de Bijbel, niet alleen in de Bijbel, maar voor de Bijbel. Ja. Met andere woorden, de Bijbel wordt zeer zeker niet weerlegd. In tegenstelling, voor de Bijbel wordt ruimte gecreëerd. Voor de inhoud dan. Hè? Waarop ik dus nu momenteel denk van ja, zo gek was Perry niet toen hij 12 was en uit vrije wil naar de Pinkstergemeente ging. En bleef gaan, ook toen zijn ouders er geen zin meer in hadden. Zo gek was ik niet. En zo gek was ik niet door al die jaren vol te houden. En ik ben weliswaar nooit meer naar een kerk geweest sinds die tijd in Amstelveen tot aan mijn 16e. Maar dat maakt niet uit. Tot en met mijn 16e was dat, ja. Want ik was net 17 en toen ben ik begonnen in Groningen aan het VWO. Net 17 was ik toen. En toen ik net 19 was, ben ik begonnen aan mijn studie in Wageningen. Ja, zo was dat. Die tijd staat me nog heel levendig voor ogen. Leuk, hè? Leuk dat ik terug kan kijken op een tijd waarin ik heb wel stommie tijd uitgeroten. Ja. Maar het liep allemaal wel goed af. Ha, 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 ha. Daar ben ik erg dankbaar voor. En ik vind dat ik daar God dankbaar voor moet zijn. En ik weet dat hij weet alles wat ik denk. Dus als ik nu tegen jullie zeg dat ik dankbaar ben voor mijn leven en dat ik dankbaar ben aan God. Of, dat ik hem dankbaar ben. Of Christus of zo. Hè? En dan weet hij dat ook. En dan vroeg mijn dochter ook, die was hier dan afgelopen woensdag. Het is nou vrijdag, dus wat is het dan? Eergisteren of zo. Hè? En was ze hier, dan zei ze, ja pap, heb je dan niet zin om weer te gaan beginnen met dat middelengebruik? Want ik heb heel veel gebloot en gesopen, echt zuipen. En ook tabak roken, dus wiet en tabak en een alcohol drinken en zo. Dus zei ik, nou ja, eigenlijk wel. Er zijn van die middagen, dan heb ik geen zin om iets te gaan doen. En dan zit ik eigenlijk te vervelen. Dan denk ik van, nou ja, goed, ik kan nu even naar de supermarkt gaan. En dan haal ik een pakje check. En dan haal ik 6,5 liters van dat superbier. Met 10% Alenda. En dan loop ik even door naar de koffieshop. Waar ik nog nooit van mijn leven koffie heb besteld. Want dan koop ik altijd wiet. Soms hash. Kocht. Ik altijd wiet en soms hash.
Maar dan hoef ik alleen maar aan te denken van, ja, dan zie ik mezelf naar buiten lopen, naar de supermarkt. En dan zie ik mezelf doorlopen naar de koffieshop. En dan denk ik, ah nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Niet dat het me te veel werk is op dat moment, of dat het te duur is, of zo. Maar gewoon dat ik er geen zin in heb. En ik heb God gedankt voor de kracht, of Christus, hè, gedankt voor de kracht die ik kreeg om ermee te kappen. Kijk, en als ik mijn dank heb uitgesproken voor de kracht die ik gekregen heb, ja, hoe kan ik dan toch weer gaan beginnen omdat ik me verveel? Dat kan dan niet. Dat heb ik niet tegen mijn dochter gezegd met zoveel woorden, maar dat had ik eigenlijk moeten zeggen. Wat bedenk ik nou dan? Maar ik zie er wel weer een keer binnenkort. Met een paar weken of zo komt ze wel weer een keer langs. En dan kan ik het haar alsnog vertellen als het zo ter sprake komt. Dat merk ik wel. Ach ja. Komt tijd, komt raad. En ik kan iedereen adviseren om, ja, kennis te nemen van het christendom. Ik ga mijn website een beetje opfrissen binnenkort. Dus www.perry7.nl. En dan zal ik wel een knopje maken dat je er handig bij kan. Bij de leuke dingen die ik gemaakt heb samen met Jurk Liesman. En dan gaat het met name om het Bijbel lezen met Jurk Liesman. Maar alhoewel, nu kan je er ook naartoe. Als je naar mijn kanaal gaat op YouTube, dan moet je naar de playlists gaan. En daar vind je het wel. Maar even scrollen. Dat is een playlist van mij en Jurk. En dan gaan we Bijbel lezen. Dat is tof, man. Dat is echt heel leuk. Heel informatief. En dan weet je waar het christendom over gaat. Het christendom is het vergevingsgezinde geloof. Ja, maar die kruistochten dan? Ja, dat was katholiek. Dat is geen christendom. Dat is katholiek. Dat is van de paus. Dat is anti-christelijk. Dat is christendom, maar dan 180 graden anders. Wij christenen zijn nog nooit op kruistocht geweest. Waarom? Wij christenen hebben ook helemaal niks met Israël en Jeruzalem. Zo. Wat hebben we daarmee? Door ons geloof is begonnen in Jeruzalem, dat is waar. En Christus Jezus was een Jood, ja, dat is waar. Maar in het boek Daniël, als ik me niet vergis, daarin staat toch echt dat wat doorgaat voor het volk Gods, dat heeft niets te maken met genealogie. Ben jij maf? Het gaat om je aanwezigheid. Dat je niet van deze wereld bent, maar dat je in deze wereld bent. Dat maakt jou een kind van God. Snap je? Dus als christen heb je het ook hartstikke makkelijk in de omgang met negers. Mag je negers ook gewoon negers noemen, hoor. Dan zeg je dag neger. Dan zegt die neger dag Caucasiër. Ja, je zegt natuurlijk niet iedere reden neger van hé neger, want het is toch wel duidelijk dat het een neger is, maar. Maar rassen, dat doet er helemaal niet toe. Nee, dat is christendom. Ras doet er niet toe. Is iemand geen christen? Ja, nou en? Je kan God niet vinden in deze wereld. Dus als mensen heel erg hun best gaan lopen doen. Nou, ga op zoek naar God, ga op zoek naar God. Ja. Ah, waar dan? En kan je iemand leiden tot God? Nee, dan net zo goed niet. Wat kan is dat je, doordat je een christen bent en je komt iemand tegen en dat past allemaal heel toevallig. Lalalala. En bij hem valt het kwartje, of bij haar. Dat kan.
En dan heb jij eraan mee mogen werken. Maar doelbewust, zoals de Jehovah's getuigen dat doen. Want deur tot deur gaan en zieltjes winnen, zeg maar. Volgens mij staat het niet echt in het Nieuwe Testament, hoor. Dus het evangeliseren, zeg maar. Ik kan er even aan bij Jurk navragen, maar volgens mij staat het daar niet, hoor. Maar het zou kunnen dat jij deze uitzending hoort en dat je denkt, nou ja, als Perry dat zo zegt, nou, dan zal ik dat misschien toch een keer gaan doen. En dan koop een King James Bijbel. Waarom niet? Koop een Statenvertaling Bijbel. Waarom niet? Wel even over jouw Bijbel, als je daarin geïnteresseerd bent. Want zelfs mijn tante Til, en die is agnostisch, atheïstisch of whatever, maar wel een hele lieve tante. En zelfs die zei van ja, in ieder huis hoort eigenlijk een Bijbel. Huh? Al was het alleen maar uit respect voor de heritage, hoe noem je dat? De erfenis of zo. Nou, als je dan toch een goede Bijbel wil, ja, dan zou ik gaan voor de Statenvertaling. 1637, dan heb je een mooi historisch boek. En kan je Engels, dan zou ik de King James nemen. Die is iets goedkoper dan de Statenvertaling. Dat is logisch, omdat het Engelse taalgebied is veel groter natuurlijk. En dan King James, goedkope uitvoering, simpele uitvoering, €8,95. Nou, dat is geen geld. En de Statenvertaling, die heb ik dan hier. Maar er was een, hoe noemen we dat, een winkeldochter. Was namelijk ouderwets taalgebruik. En dat was precies wat ik wilde. Ja, daar moet je dan van houden. En die kostte maar €14,50. En die mensen die hier werken bij de fakkel, hele vriendelijke mensen. Ja, voor Jurk ben ik er een paar keer extra langs geweest of zo. En dat vind ik leuk, want ik vind die mensen aardig. Hallo. Hallo. Daar ben ik weer. Ik heb een vraag. Ja, super tof. Christendom vind ik het. Het is het meest vervolgde geloof, hè, van deze wereld. Vooral in China zijn de mensen de bok, jongen. Maar niet alleen in China, hoor. Ja. Op heel veel plekken op deze aarde worden christenen vervolgd. En dat werden we al vanaf de stichtingen. Terwijl wij geen vlieg hebben kwaad gedaan. Echt niet. Nooit niet. Maar ze hebben de pik op ons. En dat werd ook voorspeld, hè. Dus als je daar niet tegen kan, ja, dan moet je geen christen worden. Want mensen hebben de pik op je. Je bent altijd, niet altijd hier in Nederland. Word je een beetje meesmuilend aangekeken of meewarig. Moet je zeggen, meewarig. Oh, ben jij een christen? Oh, wat ouderwets. Ja. Maar er zijn bepaalde regimes, die kunnen je bloed wel drinken. En dat is niet zo leuk natuurlijk. Maar ja, hier in Nederland heb je dat niet echt, hoor. In Nederland is geen christenvervolging. Hier valt het wel mee. Maar wel een beetje oppassen met Mohammedaanse mensen vooral. Die weten niet van het verschil tussen katholicisme en christendom. En die halen dat door elkaar. En die kunnen nog een beetje chagrijnig tegen je doen aangaande de kruistochten. Ja, die kennen de geschiedenis niet. En mensen die de geschiedenis niet kennen, die zijn toch, moet je mee oppassen. Die kunnen erg snel over de zeik gaan, zoals dat heet. Ook als je geen christen bent.
En dan merk je dan ook hè, met die samensweringstheorieën, toestanden, websites en internetradiostations. Ja, alleen de christelijke stations, die vind ik te pruimen. En de rest, nee, laat maar zitten. Zo, ze vertellen wel dingen over dat Osama Bin Laden, die kan de aanslagen van 11 september niet hebben gedaan. Ja, dat is mooi, maar wie hebben dat dan wel gedaan? En dat vertellen alleen maar de christelijke stations. En die erachter zat, achter die aanslagen van 11 september, dat was de antichrist. En wie is de antichrist? Nou, sinds Maarten Luther weten we dat. Na het voor Maarten Luther wisten we het al. Maar Maarten Luther heeft het aan de grote klok gehangen. Want in zijn tijd, toen hij dat dus achter was gekomen en helemaal oversturen, die 95 stellingen op die kerkdeuren ging spijkeren. Ja, toen benoemde hij het met naam en toenaam. Hè. Het gaat om de paus, het gaat om het katholicisme. Dat is heidendom. 1540. Nee, zeg ik fout. 1517. Nou, dat is alweer 500 jaar geleden. Dat wij christenen weten dat de paus, dat de antichrist is. En die joker, die heeft 11 september laten gebeuren. We hadden in gang gezet ook. Die heeft dat niet allemaal verzonnen natuurlijk, want dat hoeft niet. Dat konden ze in Amerika zelf wel. Maar zoals het uitgepakt heeft, dan die heisa met die Mohammedanen. Ja, de paus die lag zich helemaal kapot, man. Dat is precies wat hij wilde. Dat is de antichrist. Hè? Die spint goed garen bij conflicten. Dan kan hij zich weer opwerpen als de grote vredestichter. De paus heeft zich al laten fotograferen dat hij de Koran aan het kussen is. Hè? Ja, ik ga de Koran niet kussen, hoor. Ik zou niet weten waarom. Waarom zou je een boek kussen? Hè? De paus heeft wel meer van die rare gewoontes. Ik denk van, wat doe je er nou, man? Waar ben je mee bezig? Mafketel? Met je keppeltje op je kop? En je jurk om je billen? Nee, als christen heb je een hele rustige, wat moet ik net zo, overzienende, een overziend wereldbeeld, zo moet je zeggen. Een blik, een overzienende blik. En je denkt zo bij je eigen van, nou, er is helemaal niks aan de hand. En er is niks nieuws aan de hand. Het is dezelfde soepzooi als vroeger. En we maken het uit. We leven toch nog. Je doet op deze aarde niets meer dan de Heere dienen. Wees niet van deze wereld. Want er is echt, de wereld is een grote puinhoop, man. Iedereen liegt tegen elkaar. Iedereen doet maf. En maakt zich druk over homohuwelijken. Maar je bent in deze wereld. Ja, dat wel. Maar niet van deze wereld. Dat staat in de Bijbel. Nou, leef daar dan naar. Ik doe het. Ik probeer daarna te leven en of ik dat echt doe en alle opzichten. Dat is niet aan mij om daarover te oordelen en aan jullie ook niet. Hè? Dat is iets tussen mij en God. Dat is de Heere Heren. Ja. Ja, dus, laat het maar aan mij over hoe ik dat oordeel zal ervaren als het oordeel komt. Hè? Het gaat buiten jullie om, namelijk. Nou, en uit respect voor jullie. En ik hoop dat jullie ook die rust weten te vinden in jullie leven. En dat doel weten te vinden in je leven. Je denkt, nou, ik doe het gewoon zo en zo. En dan ben ik happy. Dan ben ik van happy zijn. Ja, doe dat. Ja, zoals Christus zei, mijn juk is licht. En als je het juk van Christus hebt, ja, dan past maar één juk op je schouders. Nou, neem dan het lichte juk. Je hebt weliswaar een juk, maar het is een licht juk.
En niet dat zware juk van het homohuwelijk en de ditverplichting en de zusverplichting. En dat heb je dan helemaal niet, man. Ben je lekker vrij, hè? Nou. En tegen jullie dan, tegen jullie vrije vogels. Ik hoop dat jullie een vrije vogel zijn. Hè? Zeg ik op zijn hamburgers, tjus en dag lieverds.